De getroffen maatregelen waren noodzakelijk en urgent om de zorgwekkende situatie die we met ons allen waarnamen in te dammen en het tij te keren. Mijn hartgrondige dank gaat uit naar elke Surinamer die zich nationalistisch heeft opgesteld en met zijn of haar gedrag ervoor heeft gezorgd dat we op betere tijden afstevenen. Helaas hebben sommigen dat niet gedaan. En ik roep aan ieder weer op, houd u zich aan de regels. De cijfers geven een beter beeld dan voorheen. We houden onze bezorgdheid echter op scherp. We zijn namelijk nog niet op een niveau beland waarbij we zouden kunnen spreken van een gewenste trend. We zijn voorzichtig optimistisch, terwijl we onze ogen niet gesloten houden voor de realiteit. Alles dat wij doen zal steeds in overeenstemming moeten zijn met het nieuw normaal. We hebben daarom besloten om de maatregelen aan te passen voor de komende 2 weken. Doen we het niet, dan voorzien we negatieve gevolgen op het persoonlijke, maatschappelijke en economische vlak. Vanaf vandaag tot en met zondag 27 september gelden de volgende maatregelen. Maatregel 1. De weekend lockdown wordt opgeheven. Het uitgaansverbod van 20 uur, dat is 8 uur 's avonds, tot 5 uur in de ochtend blijft echter van kracht. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het COVID-19 crisismanagement team. Maatregel 3. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd en ze zullen verscherpt worden. Maatregel 4. Het onderwijsproces wordt gestart met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde COVID-19 preventieprotocollen. Maatregel 5. Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan 10 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden en hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend. Maatregel 6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan, uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn. Dit met inachtneming van de voorschriften. Maatregel 7. Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen slechts plaatsvinden met inachtneming van de voorschriften. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten verboden zijn. Maatregel 8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme plaatsvinden. Maatregel 9. Nachtclubs, dansings, discotheken en dergelijke, maar ook bordelen en bars blijven voorlopig gesloten. Maatregel 10. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten zijn uitsluitend ten behoeve van afval en bezorging. Behalve als ze beschikken over terrassen in de openlucht. Maatregel 11. Verder zijn met de volgende sectoren en bedrijfstakken concrete afspraken gemaakt. Recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga-dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscenter of gelegenheden, contactberoepen zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers
en barbershops en markten. Ook hier geldt de strikte naleving van de voorschriften. Ze zullen uitsluitend onder de geldende voorschriften in de protocollen diensten verlenen. Beste landgenoten, we gaan het virus alleen kunnen overwinnen wanneer we ons houden aan de verplichte maatregelen. En ik herhaal, wanneer we op elkaar letten. Vrijheid komt met verantwoordelijkheid. De weg naar normalisatie komt alleen als u zich houdt aan de regels en voorschriften.